www.deboodschap.today. President Bouterse gaat in op actuele zaken. President Desiree Delano Bouterse heeft nadat hij de nieuwe ministers heeft beëdigd een persconferentie belegd. Journalisten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om met staatshoofd een aantal actuele zaken voor te leggen. President Bouterse ging in op hetgeen de mediawerkers aan de orde brachten. Een van de zaken waar de president op inging was de kwestie van de wisselkoers. Volgens hem kan hij met grote zekerheid zeggen dat die omlaag gaat. De Centrale Bank van Suriname, CBVS, is bezig met een pakket van maatregelen dat ervoor moet zorgen dat de druk met op name de dollarkoers omlaag wordt gebracht. Zeer recentelijk is na afstemming met de financiële instelling besloten om valutaveilingen vanuit de moederbank te houden. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.